welkom bij Altavista en welkom bij weer een nieuwe video. Ja, vandaag gaat het echt gebeuren. Ik had jullie al gezegd, de Summer Special. Ja, we hebben er echt eventjes over gedaan. Het gaat een heerlijke video worden. We gaan echt heel erg veel doen. Dus ik had al gezegd, hè, waar we naartoe zouden gaan. We zouden de kermis aan doen. Dat gaan we sowieso doen. We gaan naar een game mall. High school, kan ik jullie vertellen. Dat is heel erg vet. We gaan natuurlijk naar de Kruidvat. Hè? Daar heb ik ook al veel mensen over horen vragen. Want wanneer komt er weer een Kruidvat video? Nou, bij deze dus. En we hebben nog heel erg gave mailcall. Ja, dat gaan we allemaal in deze Summer Special behandelen. We hebben heel erg veel gefilmd op locatie, dus dat is heel erg gaaf. Dus het zal niet allemaal vanaf hier worden, maar het zal ook heel veel inderdaad op locatie zijn. Dus echt heel erg gaaf. Goed, we gaan gewoon lekker beginnen. Heel erg tof. Wat hebben we allemaal gedaan? Allereerst, dat is misschien wel leuk, de vakantie begon een beetje met slecht weer. Ja, dat zullen jullie allemaal gemerkt hebben. Dus we hebben veel dingen binnen moeten doen. En heel erg leuk, hier in de buurt zit in Waalwijk, kan ik jullie vertellen, zit High School. High School is een nieuwe game hall. In die game hall kun je dus, ik weet niet of jullie het kent, kunnen jullie punten sparen. En ik kan alvast laten zien van dit soort puntjes zijn dat van High School. Kijk aan, met streepjes codes. He, en die kun je dan op een pasje laten zetten. Kijk, zo ziet het pasje eruit. He, en dan kun je na een tijdje kun je dat dingetje verkopen. Echt heel gaaf. Maar wat maakt deze game al nou zo gaaf? Jullie raden het wel. Funko Pops. Ja, inderdaad Funko Pops. En echt niet een paar Funko Pops. Heel erg veel Funko Pops. Goed, ik ga jullie gewoon laten zien wat we dan gevonden hebben. We hebben daar lekker gegamed. En ik kan jullie alvast vertellen, we hebben natuurlijk een pop te pakken. Komt ie. Ja, dan weten we of we kunnen spelen. Leonardo, die is wel heel vers. Foldertje van High School. Echt heel erg tof. Nou was het wel zo, ik wilde graag voor Funko Pop gaan, maar ik had een beetje omgerekend wat je ongeveer zou moeten betalen als je een beetje gemiddeld gelukt hebt. Denk je tussen de 200 en 300 euro kwijt bent, dan heb je een hele gaaf Funko Pop. Nu lagen er hele vette Funko Pops. Er zeker een paar die ik echt heel graag wilde hebben. Ik heb zeker die Asian DC Pop van Batman. Echt heel erg gaaf. Dus, maar goed, ik heb iets anders gescoord. Wel een pop natuurlijk. Het was ook wel goedkoper, want we hebben in totaal, even kijken, met 3 maanden 30, 35 euro ongeveer opgemaakt. Dus ja, is het nog een duur geintje voor wat ik heb gekregen. Maar het was gewoon een heel hartstikke leuke middag. Ik heb dus deze pop. Het is namelijk een It Pen. Kijk aan, dat is deze. Ja, van It. En het leuke is, ik had dus nou de 10-inch It had ik. 10-inch It. Ik had de normale pop It had ik. Ik had de Mystery Mini It had ik. En nu heb ik dus ook de pen. Dus ik heb alle formaten van Pennywise die je maar kunt bedenken. En ik vind deze heel erg gaaf. Kijk aan. Ja, ik heb er al meer. Ik zit nou even te kijken. Ik heb er al 5. Ik heb er eentje van Rick and Morty, eentje van Iron Man, Power Rangers, Star Wars en Deadpool. En daar komt er 7 bij. Je gaat ook een mooi plekje krijgen. Kijk aan, echt heel gaaf. Ja, echt een aanrader om daar eens een keer naartoe te gaan. Als het slecht weer is, echt heel gaaf. Wij gaan dan ook een keer terug. Want ja, ik heb het pasje nog staan. Ik heb nog wat punten erop staan. Dus daar gaan we binnenkort een keer terug.
Goed, dat was highscore. Goed, wat hebben we nog meer gedaan? Ja, een tijdje terug was natuurlijk, ik kom zelf uit Noord-Brabant. En in Tilburg, zoals jullie weten, is het alle Tilburgse kermis. Is al enige tijd geleden dat die geweest is. Maar er waren verder nog andere kermissen ook in Brabant. We zijn wel kermissen af geweest. Inclusief de Tilburgse kermis. Echt heel gaaf. Daar hebben we ook het een en ander weten te scoren. Ja, hebben we de pops gescoord of niet? Ik ga het jullie zo laten zien. Ik ga jullie zo laten zien waar we allemaal op zijn geweest. Het was allemaal anders dan anders met COVID. Hè. De pleinen waren allemaal onderverdeeld. Waren eigenlijk allemaal kleine kermisjes. Dus we hebben niet heel de kermis gehad. Echt heel gaaf. Maar we hebben ook op een andere plek hebben ook een kermis bezocht. Dus wat we daar al gevonden hebben. Ja, jullie gaan het zien waar we allemaal in zijn geweest. Wat echt heel gaaf. Komt ie. Alright, we go. Die jongens hebben zich echt heel erg vermaakt. En ja, zoals jullie horen, ik ook. Echt heel erg tof was dat. Wat hebben we allemaal weten te scoren? Nou goed, we hebben de grijpeltjes gedaan. Altijd heel leuk. En Levi en Siem hebben allebei er iets gewonnen. En ik ga beginnen met hetgene wat Siem heeft gewonnen. Siem is echt een groot fan van Buurman en Buurman. Dus hij wilde graag deze. En deze heb ik voor hem uit die grijpautomaat kunnen krijgen. Echt heel erg gaaf. Ik moet zeggen, Ayato. Ik weet even niet wie van de twee dit is. Jullie vast wel. Laat even weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Maar het is heel erg gaaf. Kijk aan. Deze buurman knuffel. Hoe tof is hij. Leuk toch? Ja. Echt heel erg gaaf. Ik zal hem hier neerzetten. Kijk, hij blijft nu lekker staan ook. Heel tof. En Levi die had deze te pakken. Een soort octopus. En wat is hier nou het gekke van? Hij is helemaal gek van fidget toys. Ik weet niet of je het kennen. Sowieso heeft hij een TikTok kanaal. Heet Blaze Lace. En daar laat hij heel veel dingen zien van fidget toys. Of snoep die hij gaat proeven. Etcetera. Ja, misschien leuk om te volgen. Dus ik zal het hier even laten zien. Blaze Lace heet het op TikTok. Maar dit is dus een fidget toy knuffel. Kijk, nou ziet hij er zo uit. En dan draai je hem om. En dan ziet hij er zo uit. Ja. Vroeger had je ook nog zo'n pop, ik weet niet zo goed hoe die heette. Een van de biertje, die kon je ook zo doen. Dat weet ik nu uit de jaren 80. Een beetje uit die tijd toen ik klein was, maar echt heel erg grappig. Dus die heeft Levi dus gekregen, of gekregen, gewonnen. Deze heeft trouwens helemaal zelf gegrepen uit die grijpautomaat. Tuurlijk heb ik Siem daar een beetje mee geholpen. En we hebben ze nog meer, ja ik zei het al, fidget toys is helemaal in. Ik leg dit even hier niet trouwens. Dus ze hebben allebei een, wat is het? Een simpel dimpel, heb ik me weten te vertellen. Ja, een simpel dimpel, dus zo'n ding. En die ploept dan op en neer. En dat ploept dan zo, en dat ploept dan zo. Ja, hartstikke tof. Nou, eentje van deze. En deze vond ik zelf heel erg grappig. Die had Siem. Een simpel dimpel in de vorm van een dino. Ja. Ploep, ploep, ploep. Heel erg tof. Goed, die hebben dus allemaal weten te scoren op de kermis. Echt heel erg gaaf. Ja, ik hoor jullie allemaal denken. Ja, allemaal heel leuk, die kermis. En dat je bij highscore bent geweest. Maar hoe zit het nou met die kruidvat? Je had gezegd dat je pas bij de kruidvat had gescoord. Klopt, we hebben wat gezien bij de kruidvat. Echt heel erg tof. Is het spectaculair? Ik denk het niet, maar de prijs wel. Dus ik laat je niet lang wachten. We gaan gewoon heel snel kijken. Komt-ie.
Afrikken. Ja, die heb je al. Dat klopt. Ja, wat ga je dan doen? Hij is maar 2 euro nou. Ga je hem alsnog kopen? Dan gaan we hem uit de doos laten. Uit de doos? Yes. Ja. Hier, spel. Ja, zoals jullie het zagen, niet veel nieuwe pops. Eigenlijk allemaal diezelfde poppen, die limited edition 2019 Farco ventje. Maar hoe vet is het? Ze zijn er 50% korting. Dus geen 4 euro, maar 2 euro voor zo'n pop. Kijk aan, je kunt het zien aan die hele sticker. Dit is hier dus, we hadden hem dus al een keertje, Dune, en hebben hem dus 2 keer. Helemaal niet erg. Ik wil even kijken of ik de andere Dune pop ook kan vinden. Heb ik die heel snel bij... Nee, die heb ik er niet. Ik kan hem niet heel snel bijzoeken. Maar goed, we hebben nou dus voor de 2e keer hebben we hem. Ja, voor 2 euro kon ik hem niet laten liggen. Heb ik toch weer een leuke exclusive bij. En hij gaat out of the box. Komt hij in de out of the box pops. Ik heb het vorige keer verteld. We gaan ook een collectie doen. Of een vitrine maken met allemaal pops out of the box. En daar gaat deze ook bij komen. Misschien ga ik hem maar customizen. Wie zal het zeggen? Ga kijken of ik het gele stickertje eraf kan halen. Ja, dit is bij de kruidvat. Gaat er heel makkelijk aan. Hoppa. En deze natuurlijk ook. Die gaat er ook zo af. Kijk, en het blijft toch een 2019 Farco Ventje Limited Edition. Ja, goed, veel mensen zullen hem hebben. Dus hij is niet zo heel speciaal. Hoewel hij in de Funko app nog steeds wel van waarde is. Waar ik echt van sta te kijken, want echt waar, er lagen er echt heel erg veel. En nog steeds in veel kruidvatten. Goed, kruidvat, hoe moet ik het zeggen? In België zeggen ze het anders dan in Nederland. Kruidvaten, kruidvat, maar goed, doet het niet. Ja, wanneer komen er weer nieuwe pops bij de kruidvat? Die vraag krijg ik heel erg vaak. Ik heb geen idee. Ik werk niet bij de kruidvat. Ik krijg het wel vaak te horen van mensen die wel bij de kruidvat werken, of het magazijn, of die zeggen, hey, luister, volgens mij gaat er weer iets aankomen. Dat is ook allemaal gissen. Eén keer is het wel, ander is het niet. Misschien zijn het een paar lokale kruidvatten, niet inderdaad die bij mij in de buurt zijn. Ik heb geen idee. Ja, hoe kun je nou zorgen dat je weet inderdaad dat je als eerste bent als er nieuwe kruidvat pops in de winkels liggen? Nou, heel simpel. Er is een Facebookgroep. Die heet ook Altavista of Kruidvat Funko. Kruidvat Funko Pops, hoe heet die? Die beheer ik zelf ook samen met nog iemand. Dus dan kun je je eigen abonneren. En daar staat altijd voor de allereerste keer op. Als iemand dus pops heeft gespot bij de kruidvat, bij de Action, bij de Primark, Trekpleister, noem maar op. Dus ja. Probeer je ja, te abonneren. Echt heel graag. En natuurlijk dit kanaal abonneren. Hè? Want dan krijg je ook meteen te zien als ik weer iets gespot heb. Of als er weer een video aan zit te komen. Etcetera, etcetera. Heel erg tof. Goed. Goed. We hebben allemaal gehad. We hebben natuurlijk de pen. Poppen. Het ene wat we op de kermis hebben gehad. En natuurlijk die kruispop. En ik had nog een hele gave mail ook al. Echt heel gaaf. Die wil ik jullie ook niet onthouden. Heel speciaal is dit. Wel iets oudere pop. Maar het is een oversized pop. En deze vind ik echt heel gaaf. Ik wil het allemaal heel erg lang. Het is namelijk van Game of Thrones. Het is Jon Snow. Op de troon. Ja, deze vond ik heel erg gaaf. Ik weet dat je ook de troon alleen hebt. Hè? Dus alleen een doosje met de troon. Die vond ik niet speciaal. En je hebt in totaal hiervan, even kijken, Tywin Lannister, Jon Snow, Cersei Lannister, The Night King en Daenerys Targaryen heb je die op die troon zitten. Hè? 5 stuks. Maar ja, als jullie Game of Thrones kennen, is het eigenlijk, ja... Degene die erop hoort zit is Jon Snow. Klaar. Dat het niet gebeurt. Ik ga niet veel spoileren voor de mensen die het er niet gezien hebben. Nee, ik ga er voor de rest niks over zeggen. Maar hij hoort hem natuurlijk op te zitten. Klaar. Duidelijk. Dus deze gaat zo gaaf een plek krijgen in mijn Game of Thrones vitrinekast. Ik heb al aardig wat oversized pop van Game of Thrones. Andere pop van Game of Thrones. Movie moment van Game of Thrones. Ook daarover een tijdje terug gaan we een full collection video maken. Ja, ik hoor je denken van, ja, dat heb je al eerder gezegd. Hoe zit dat met full collection video's? Ja, daar gaat heel veel tijd in zitten. Dus die gaan we over een tijdje doen. Ik denk als het ook een beetje cooler begint te worden. Het is heel erg warm hier in de studio. Goed, tot zover. Ja, dit wat ik allemaal in deze zomerspecial wil laten zien. En er gaat nog heel veel aankomen. Ja, de komende video's zijn sowieso allemaal een beetje thema gerelateerd. We hebben namelijk een paar hele gave opnames gemaakt. We zijn namelijk in België geweest. Echt heel gaaf. Turnout zijn we geweest. We zijn in Gent geweest. Daar zijn we allemaal gave winkelbezoeken gehad. Ik ben een paar keer uitgenodigd door mensen. Binnenkort was het goed. Ik ga nog een keer naar Antwerpen. Dus we gaan echt waar heel veel in België gaan filmen.
dat is sowieso de moeite waard om te kijken. Dus er gaan gaaf video's aankomen. Review video's, maar er komt echt nog heel veel aan. Oh ja, heel gaaf mystery box heb ik ook weer binnenkomen. Echt verse mystery box. Hoe vet is dat? Dus gaat allemaal wel goed komen. Ik zou zeggen, houd het kanaal, gaat niet missen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je de video niet mist? Heel simpel, hieronder kun je je abonneren. Doe dat. Dan komt dat belletje. Als je op dat belletje drukt, ja, dan krijg je een melding als een nieuwe video online staat. En vandaag is het hele gave zomer special. Echt heel erg tof. En aan die kant kun je duimpje omhoog geven. Zou ik ook heel tof vinden. Ik zou zeggen, allemaal super bedankt voor het kijken. Alvast ja, voor degenen die nog een vakantietje hebben. Of goed, die vakantie gehad hebben. Ik hoop dat het heel tof was. En anders een goede vakantie. En ik zie jullie heel snel weer. Tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei. Bye.